Nou, voor dit project moesten we een taartsnijder maken, zoals je hier kunt zien, de aan- en uitknop. Hier een all-around view. Hier wordt dan de taart ingeduwd, wordt met deze cilinder wordt die doorgeduwd naar hierachter. Zoals je hier kunt zien, wordt die hier gesneden. Wordt die dan weer doorgeduwd naar hiervoor. Hier kun je hem dan eruit aan en is die klaar. Dat kun je overigens zien aan de lampen. Dan gaan we nu naar het besturingsgedeelte. Hiermee wordt de lucht aangesloten. En hiermee worden de sensoren wordt aangegeven wat uitgeschoven moet worden en wat niet. Nou, we hebben het project taartsnijder nu afgesloten. We hebben een goed team waar we goed mee hebben samengewerkt. En het was een heel leerzaam project. We zijn achter diverse dingen achtergekomen. En dit kunnen we gaan gebruiken in de rest van ons leertraject. Het was een topproject. Goed leerzaam. Maar vooral het jammer is dat niet veel werkte. Ik moest heel veel controleren. Maar voor de rest was het wel leerzaam. Ja, ik vond het project prima gaan. Ik denk dat de communicatie dat het beste punt van ons was. Ik denk met het bouwen hebben we een tijdje achtergelegen, maar daar hebben we uiteindelijk weer ingehaald door goed samen te werken en gewoon hard door te werken. Met kat had ik hier en daar wat struggles, maar voor de rest is het goed gegaan. Ik vond het project zeer leerzaam. Ja, communicatie ging op zich wel prima en de werkverdeling ging ook top. Dus zeker een leuk project. Het was een leuk project, we hadden een leuk groepje. Nina die de voorzitter was, die alles op het sleeptouw nam. Jammer dat taartsnijder niet deed, maar voor de rest prima. Ik vond het een leuk en leerzaam project. De communicatie ging heel goed. Beetje jammer dat uiteindelijk de snijder niet werkte, maar dat kwam door een defect van de schakelaar.